Femke, alleen door jou is de titel. En vanmiddag hebben jullie die video online gezet. Ja. Waanzinnig succes. Nu ja, al. Ik ben er echt heel blij mee. Ja, maar ja. Er is iets interessants aan de hand, want als je hem opzoekt op YouTube, dan is die vergrendeld. Klopt, en die is er nu af. Die is er nu af? Ja. Oh, ja. Net voor de uitzending kreeg ik nog. Het was niet zo. Het stond erbij een waarschuwing voor kinderen. Ja, van, dit moet je maar niet bekijken. Klopt, ja. Dus het was verhoogd naar 18+. Dus alleen mensen met een 18+ account konden de videoclip bekijken. Maar de claim is eraf, dus nu kan iedereen hem weer bekijken. Maar waarom zat die eraf? Nou, door dit. Ah, één shot. Ja. Nou, het zijn meer shots. Ja, en wat is er dan? Ja, het zijn billen. Ja, mijn billen. Ja. Ja. Maar er zitten ook scènes in met pistolen. Ja. Waarin Ronnie Flex de kerstman onder schot houdt. Ja. Wat had hij gedaan dan? Nou ja, het was zeg maar... Ik had een clip bedacht en ik dacht van... Oké, nou, we zijn eerst... We hebben gewoon geen geld. En we moeten dus wel een leuke kerst... Dus ja, dan moeten we maar de kerstman overvallen. Vervolgens belanden we op een kerstdiner met Gerard. Joling. Ja, Gerard Joling en Latifa en vriend nog van Ronnie. En de scène waar iedereen het over heeft, dat is natuurlijk de slotscène. Ja. Zullen we er even naar kijken? Ja, laten we dat doen. Het nog ongemakkelijker. Oh ja. Dan halen we het ongemak eraf. Dan stellen we gewoon de vraag. Zijn jullie samen, jij en Ronnie Flex? Ja. Wat ja? Leuk! Sinds wanneer? Nou, sinds wanneer? Nou, het speelt al lang. Ja, meer weet ik. Ik weet eigenlijk niet eens. Ja, je weet toch wel hoe lang? Nee, weet je niet. Superleuk. Ja, is echt een leuk setje. Ja, super set. Ja, en Jeroen wou ook nog iets zeggen over ons. Ja. Afleiding. En de videoclip is nu online. En niet meer vergrendeld. Hé, Jeroen, maar jij hebt vast nooit zo'n mooi cadeau voor je verjaardag gekregen. Kijk even wat ze heeft hangen. Waar moet ik naar kijken precies? Nou, wat ze heeft hangen. Mooi. Oh, jeetje, ja. Nee, dat heb ik nog nooit gegeven. Vertel eventjes. Maar wel ontzettend lief, Patty. Wat, Nee, ik heb het er niet gegeven. Oh. Nee, je hebt het gekregen. Ja, ja, ik kreeg het. Van ja. Ronnie. Ja. Voor je verjaardag. Ja. Je bent afgelopen zondag 20 geworden. Ja. Nou, en ja, hoe was een reageerde leuk je op... Oh, my cadeau! Ja, hoe reageerde ik daarop? Gewoon van, ja, heel mooi of zo. Ja. 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 Maar je kan hem altijd op de marktplaats zetten, toch? Ja. Nou! Ja, doei! Nee. Maar, ja. Ik ben wel zo benieuwd, want kijk, heel Nederland is de afgelopen weken eigenlijk daarmee bezig geweest. En vooral iedereen ook op social media. Hoe is dat dan voor jullie om daar? Dat je die druk van buitenaf, of hebben jullie gewoon met elkaar besloten, we doen het op onze eigen manier? Ik zal je heel eerlijk vertellen, we hebben eigenlijk helemaal geen manier. Heel goed. Jullie doen gewoon, gewoon iets, zeg maar. Ja, we hebben allebei volgens mij superveel scheid aan alles. Dus, ja. Ja, het interesseert je niet wat andere mensen nee, vinden eigenlijk of niet. Zeggen? Nee. Jij vertaalt het even, hoor ik. Ja, ja, precies. Ja, dat ja, is wel, ja. Dankjewel, Jeroen. Ja. Moet je wel doen, natuurlijk. Oh, jongens. Wat titel is. Ja, nee. Het maakt niet zoveel uit wat andere mensen zeggen. Maar dus, ja. Ja. Ja, want ik dacht even, je hebt een nieuwe manager, dus Ali B. Ja. En er zijn twee mogelijkheden. Of jullie zijn samen, of de eindscène van de videoclip is een hele slimme manier om nog meer views te krijgen. Nee, dat zou wel heel raar zijn, hè? Zeker. Ja. Maar ja, je weet het niet. Maar dit is eerlijk. Ja, dit is eerlijk. En ja. Heel gelukkig. Ja. Ga je samen wonen? Zo, nee, nog niet. Nou toch, ik alles. Ja, maar jullie zijn nou ja, maar dat jullie toch ook al samen wonen, dat mag ik wel weten. In Den Haag. Ja, dat is er tussenin. Nou, maar het is jullie gegund. Ja. Heel erg. Ja. Er is nog één andere vraag die iedereen stelt, denk ik. En dat is dat er sprake is van een zwangerschap bij Ronnie en een andere mevrouw, toch? Of niet? Dat zijn privézaken. Daar ga ik verder geen uitspraak over doen. Nee, ja. Dat moet je aan hem vragen. Snap ik. De documentaire, die is in november, heb je die gepubliceerd. Vier delen.
Ik heb hem gezien. En wat je daarin ziet is, met name in het slot, dat jouw leven zo heftig is geworden. Niet alleen door de reacties van mensen op wat je allemaal doet. Heel negatief soms. Maar tegelijkertijd, je bent waanzinnig druk. En het lijkt alsof je achter je aanrent om het allemaal bij te kunnen houden. Ja, dat was ook echt zo. Ja. Ik, aan het einde van de documentaire, ik was gewoon helemaal gesloopt. Ik kon het gewoon niet meer aan. Ik had ook nergens meer zin in. Er was gewoon zo'n hoge werkdruk op mij gezet. Ik trok het gewoon niet. Is het nu nog steeds zo? Nee, ik heb eventjes een tijdje rust genomen. En nu doe ik gewoon alles op mijn tempo. En dat bevalt me eigenlijk heel erg goed. Doet het jou denken, Patty, aan de begindagen van LUF? Toen jij wij hadden het er net over voordat we opkwamen hier. Maar ik zou haar vooral willen meegeven dat je blijft genieten van wat je meemaakt. Precies. Want ik weet gewoon pas nu wat er toen speelde, weet je? Dat je denkt, oh ja, Concordes en dingen. Ja, inderdaad. Zoveel landen. En je moet het wel bewust meemaken en genieten. Doet en dat had ik toen dus niet, zeg maar. Ik had helemaal niet. Geen besef. Nee. En nu helemaal is niet. En nu wel, zeg maar. Dus dat is, ik heb gewoon meer ruimte om gewoon te doen wat ik zelf wil, zeg maar. En daar ben ik gewoon heel erg blij mee. En ik kan er dus ook meer van genieten. En dus ook gewoon trots zijn op de dingen die ik zelf doe. Ja, en je bent ook heel muzikaal. Daar moet je ook heel erg van genieten. Want dat weet bijna niemand. Maar je schrijft zelf. Het is toch fantastisch? Ja. Je hebt toch een heerlijk leven? Ik heb eigenlijk wel een heel goed leven, ja. Wat ben jij daarvan, Twan, eigenlijk? Ja. Ik luister met bewondering. Ja, ik had dat meegemaakt toen ik 19 was. Ja, nou, jij? Ik ook, maar 19, dat was een puinhoop geworden. Nog steeds. Ja. We hebben nog iemand, Ali Bezer, de naam is al gevallen... en die wil dit nog tegen jou zeggen. Yo, Femke. Ik wil ook zeggen dat ik heel erg blij met je ben. Gefeliciteerd met je kerstsingle. Ik denk dat de mensen de helft nog niet hebben gezien van je talent. En ik heb heel veel zin om het met ze te delen. Succes daar. Dankjewel, Femke. En succes met de videoclip. Met alleen door jou. Dankjewel.